Delano, AKN, leuk dat je hier weer bent vandaag hier op Sportbank Nieuw-Zuid. Hoe gaat het met je? Ja, gaat heel erg goed. Leuk om heel veel bekenden weer te zien. En denk zeker een aardige selectie. Dus ook nog best wel wat bekenden. Dus mooi om terug te zijn en leuk om vandaag zo'n wedstrijd te aanschouwen bij jullie. Ja, best wel wat bekenden, maar vanuit het elftal waar jij in speelde, 2016, het kampioensjaar dat jij hier de aanvoerder was. Volgens mij alleen nog Mo Mahmoud. Ja, uit het klopt. Elftal, denk ik. En Pim natuurlijk. En Pim, ja. Niet vergeten jeugd, Ricardo, ja. Als hij weer dadelijk fit is. Maar ik ken hem meer van de technische staf inderdaad dan van de spelers. Dus, Precies, van alle mensen die eromheen zitten. Wat vond je van de wedstrijd? Ja, ik denk dat de jong PSV natuurlijk al heel lang in training is. En heel veel jonge jongens. En ik denk dat Quick Boys heel erg goed begon. Maak ook terecht dat je op 1-0 voorkomt. En daarna zie je toch wel dat conditioneel jong PSV heel erg sterk is. En tweede helft vind ik wel heel mooi om te zien dat heel veel jonge jongens invallen. Maar dan wordt het niveau ook ietsje minder. En ik denk dat tweede helft zeker jong PSV sterker was. Maar als je dan nog kan winnen, is dat goed voor het vertrouwen. En dan zelfs de 2-0 nog maken inderdaad. Ja, precies. Ja. Dus mooi hoor. Als aanvoerder was jij, als gezegd, 2016 in het kampioensjaar. Ik denk dat was kampioen de hoofdklasse B toen. Denk je nog vaak terug aan dat seizoen? Ja, dat heb wel natuurlijk het hoogtepunt van mijn carrière, dat zeker. En wat ook iets, die band met de jongens, ja, dat is altijd gebleven. Dus hoe we met Patrick de Groot, Milan Hoek, Opoku, natuurlijk de situatie met Jordi, maar ook de mensen eromheen. Jan Kees, Stefan. Ja, dat is nog best wel close. We hebben toch al contact op social media. We spreken nog af en toe af. Dus dat blijft voor altijd. Echt een hechte band na die tijd gekregen. Ja, je hebt iets samen gedeeld wat uniek is en dat blijft altijd. Tienes, ik noem jou ook, geen zorgen. Martijn de Zwart die er ondertussen even doorheen komt. Ja. Je speelt tegenwoordig in de hoofdklasse bij de club waar je ooit in de jeugd hebt begon, VV Nieuwenhoorn. Ja, klopt. Maar ja, je speelt niet zoveel, want je bent al een tijdje geblesseerd. Nee, mijn enkel is nooit meer hetzelfde geworden en dat gaat ook niet meer. Ik kan niet meer voluit trainen. Op zaterdag is het lastig. Dus de wedstrijden af en toe probeer ik mee te pikken en dat gaat goed. Maar ik ben me vooral aan het focussen op mijn trainerscarrière en dat vind ik ontzettend leuk. Kijk, dus als speler is het klaar dan? Of nee. Stop je binnenkort? Of? Ja, als speler is het klaar. Maar als trainer maak ik zeker stap. Dus dat gaat de goede kant op. Wat wil je gaan doen als trainer? Wat is je ambitie? Mijn ambitie, dat durf ik niet te zeggen. Ik train nu de jeugd onder 15 bij Nieuwen en volgens mij ook bij Feyenoord. Kijk. Dan ga ik bij de onder 11. En dat is wel echt een geweldige leeftijd. Die jongens hebben echt nog dat pure plezier. En stiekem hoop ik toch ooit wel een keer hier terug te komen. Dat blijft wel. Ben je dan hoofdtrainer daar in dat onder 11 team? Of hoe ziet dat eruit? Bij Nieuwen ben ik echt de hoofdtrainer. En bij Feyenoord kijk ik hoe het eigenlijk zich daar ontwikkelt. Echt op dat professionele vlak. Die jongens zijn al zo ver verder. Dus dat komt goed. Ga je ook diploma's ervoor halen of heb je al iets? Ja, ik ben bezig. Maar door corona, dat ligt is natuurlijk allemaal wat langzamer gegaan. Ja. Dat komt helemaal goed. Gaan we je verder nog vaker hier terugzien dit seizoen? Zeker weten. Ik heb met Mo afgesproken. Als hij blijft scoren, dan blijf ik terugkomen. Dus dat komt helemaal goed. Nou, dan hoop ik dat hij veel gaat scoren dit seizoen. Zeker weten. Delano, dank voor je tijd. Zeker. Jullie bedankt.